We staan op het Hoevenbos voor een zaten woordvoerder van de brandweer. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Ja, vanmiddag is hier een uitslaande brand geweest in een woning op de 11e etage. Daarbij is een vrouw zwaar gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ja, MNT heeft er verzorgd ergens onderweg en die wordt verder behandeld in het Maasstad. Is er al iets bekend over toedracht? Nee, oorzaak is nog niet bekend. Ik hoorde net wel dat de politie heeft besloten om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Ja, nagelegen woningen, hebben die nog veel rook- en waterschade opgelopen? Nou, dat is op dit moment nog niet helemaal bekend. We zijn nu aan het meten en ventileren. En als straks blijkt dat dat allemaal meevalt, dan kunnen mensen misschien weer terug. Ja. Ik begreep dat er ook nog twee agenten wat rook hebben binnengekregen. Ja, twee agenten die waren als eerste ter plaatse. Zijn niet binnen geweest in verband met de rook. Maar door plotselinge uitbreiding van de brand hebben zij wel rook ingeademd. En zij moesten voor controle naar het ziekenhuis.